Nou, dan loop ik dan in mooi Haarlem. Maar ik moet naar het toilet. En dan denk ik, ja, waar is nu een toilet? Die is dicht. Die is wel open. Ja, ik mis dan toch een toilet, een openbaar toilet. Maar die is er niet. In Haarlem zijn er slechts 9 openbare toiletten, waarvan 5 van dit soort mannenurinoirs. Mensen die acuut een toilet nodig hebben, zijn veroordeeld tot de welwillendheid van cafés. Ook vrouwen kunnen slechts op 1 plek terecht, bij de Molenplas in Haarlem-Zuid. Nou, dit is hem dan. Even kijken of die open is. Nee. Nou, dit is in een notendop het probleem van openbare toiletten in Haarlem. Trots op Haarlem zet zich in de politiek al jaren in voor meer openbare toiletten. Vooral ook voor de hulpbehoevenden die vaak snel een toilet nodig hebben. Voor die mensen is het belangrijk dat als ze de deur uitgaan, dat ze al weten waar ze naartoe moeten gaan als ze hoognodig binnen 1 minuut naar de wc moeten. En als je die zekerheid niet hebt en je bent niet zeker van waar je naartoe kan, ja, dan zijn er dus mensen die beslissen van nou, dan blijf ik maar liever thuis of ik ga niet de stad in. Jij bent iemand die als het moet eigenlijk binnen een paar minuten een wc binnen handbereik moet hebben. Ik heb een auto-immuunziekte en dat heeft veel in mijn darmen. Dus het zegt wel eens, het komt op met poepen. Ik moet dan heel snel bijvoorbeeld naar het toilet. En dan denk ik, ja, waar is hier een toilet? En ja, er is zo'n staande toilet, maar ja, daar heb ik niks aan. Of sowieso mensen die moeten zitten, die hebben daar gewoon niks aan, helaas. Mensen zullen ook wel eens zeggen van, ja, maar dan loop je toch gewoon even een restaurant in? Ja, klopt, maar ik denk dat die mensen daar niet op zitten te wachten, want anders gaat het restaurant meer een openbaar toilet worden. Er zijn hier wel een aantal, maar die gaan pas in de namiddag open. Ik denk dat vanuit de gemeente dat daar meer aan gedaan moet worden, dat mensen openbare toiletten, kenbaar, zichtbaar, en dat ze mensen ook kunnen benutten. De gemeenteraad kent het probleem en beraadt zich over oplossingen.